Hey, hier even een filmpje van mij. Vanuit de vraag van Erik: van joh, zou je eens iets kunnen vertellen over de driedaagse die we weer gaan geven? Zodat anderen een beetje weten waar ze voor gaan kiezen. En toen dacht ik: ja, wat ga ik hierover vertellen? Wat had ik hier zelf over willen weten van tevoren? En nou, ook uiteindelijk gaat het ook echt zo zijn zoals je denkt. Want toen ik startte op de eerste dag, vol enthousiasme, weten dat het iets te maken had met mijn business, met mezelf, mijn zielsmissie. Om na 3 dagen helemaal als een ander mens weer naar buiten te lopen. Want wat het is, het bezield ondernemen, is natuurlijk, het heeft te maken met je leven. Je leven is een onderneming. We komen hier en we gaan weer. En daarin mogen we gaan kijken waar we hiervoor zijn. En vaak doen we allemaal zomaar wat, tot je op een gegeven moment op een punt komt dat je denkt: hé, waar ben ik eigenlijk hiervoor? Wat vind ik leuk om te doen? En als je dat idee dus hebt van: joh, ik snap er eigenlijk niks van. Ik weet helemaal niet wat ik kom doen. Wat is mijn missie? En dat echt wilt gaan voelen vanuit je binnenste, vanuit een helder weten. Niet vanuit je hoofd, maar dat je echt volledig kan voelen: hier sta ik voor, dit is waar ik hiervoor ben. Dan moet je zeker aanhaken in deze 3-daagse. Het is voorbij alle businessmodellen, voorbij alles wat er gezegd is hoe je zaken zou moeten doen, hoe je je leven zou moeten leven. Het gaat echt over jou, jouw kern. Waar ben je hiervoor? Waar ben je goed in? En wat vind je fijn om te doen? Vooral dat. Waar gaat je hart sneller van kloppen? En dan heb je meteen natuurlijk ook het bezield ondernemen. Dan is alles verbonden en dan hoef je niet hard te gaan trekken. Dan is het gewoon helemaal kloppend en passend. En in deze 3 dagen word je dus meegenomen door Erik en zijn liefdevolle team. Om te gaan kijken: wat belemmert daar nog? Wat zit daar nog? Wat knelt en piept en kraakt? En waarom zie je je eigen waarde niet? Het is een deep dive. En echt een mega mooie ervaring. En het gave is dat je het gewoon weer mee naar huis neemt. En op het moment dat je hebt gehoord wat je ziel te vertellen heeft, als je dat hebt gehoord, hebt gevoeld, dan kun je niet anders meer. Dus dan neem je dat mee naar huis en dan ga je dat in je leven uitzetten. Dus misschien is het helemaal niet duidelijk en denk je nu ook nog van: ja, ik weet eigenlijk helemaal weer niet waar dit over gaat en moet ik daarvan kiezen? Van binnen weet je het wel. Dus als je echt lekker wilt gaan voelen van: waarom ben ik hier? Wat is mijn plek? Ja, dan zou ik echt kiezen. Ik zou zo weer teruggaan. En waarschijnlijk ga ik dat ook doen in een verdieping. Maar dat komt nog wel. Nou, dat van mij uit. Succes als je het kiest. Veel plezier.